Nieuwe Oogst TV wordt mede mogelijk gemaakt door LTO Ledenvoordeel. Krijg 8% korting op uw zorgverzekering bij de Friesland Zorgverzekeraar. Dit is Nieuwe Oogst TV met agrarisch nieuws in beeld met vandaag de volgende onderwerpen. LTO wil extra fosfaatproductierechten voor extensieve boer. CO2-emissie in de grastuinbouw met 30% gedaald. En veel winnaars op 3KH-shows in Zwolle. LTO wil maximaal 1 miljoen kilo extra fosfaatproductierechten reserveren voor extensieve bedrijven met meer fosfaatplaatsingsruimte dan fosfaatproductie. Die extra rechten moeten vrijkomen uit een afroming bij het verhandelen van fosfaatproductierechten. Directe afroming, zoals staatssecretaris Van Dam voorstelde, is in de ogen van LTO geen optie. De CO2-emissie in de glastuinbouw is in 2014 met circa 30% gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Dat meldt LTO Glaskracht Nederland als reactie op de onlangs gepubliceerde Lei Energie Monitor. Na correctie voor de hoge temperaturen blijkt de CO2-emissie in 2014 al uit te komen onder het CO2-doel van 6,2 megaton die gesteld is voor 2020. De roodbonte koe van Merwehoeve de Groot uit Herwijnen won zaterdag het algemeen kampioenschap roodbont tijdens de 3KH-show in Zwolle. De reservetitel bij zwartbont oud was voor de koe van Albring uit Drouwenermond. We hebben ook al een keer de algemeen kampioen gehad in 2008. Ja, dat is ook vanzelf een happening op zich. Ja, nou, dit is in iets breder perspectief met de kampioen Vaarzen. Reservekampioen oud, nou, en een kampioen bedrijfscollectie. Ja, hartstikke mooi. Kunstmuzikus Rieneke de Wit gaf afgelopen week een kerstconcert aan de kalkoenen van René Arts uit het Limburgse IJsselstein. Volgens Arts worden de dieren er rustiger van. Arts is de eerste in Nederland met een wintergardenstal en hij hoopt met de stal binnenkort een beter levensster van de dierenbescherming in de wacht te slepen. Ik zag van de zomer dat zij ook tussen de koeien heeft opgetreden en bij koeien geeft minder stress meer melk. Dus ik dacht, dat kunnen we bij kalkoenen wellicht ook proberen. Minder stress bij kalkoenen geeft gezondere kalkoenen en dat willen we toch allemaal. De organisatiegraad van de multifunctionele landbouw moet omhoog. Deze oproep deed voorzitter van LTO vakgroep multifunctionele landbouw Annette van Velde op de eerste dag van de multifunctionele landbouw in Kamerik. Hoewel de sector er met een omzet van 0,5 miljard euro goed voor staat, zijn er ook zaken die verbeterd moeten worden. Volgens Van Velde is de organisatiegraad nog erg verdeeld. Tot slot het weerbericht van agroweeradvies.nl. Dit was Nieuwe Oogst TV. Voor meer nieuws, check www.nieuweoogst.nu of volg ons op Facebook, Twitter of YouTube. Nieuwe Oogst TV werd mede mogelijk gemaakt door LTO Ledenvoordeel. Krijg 8% korting op uw zorgverzekering bij de Friesland Zorgverzekeraar.